Afgelopen oktober waren we met het Holland Koor in Israël voor de viering van het 70-jarig bestaan van het land. Vanaf 2 januari wordt op Family 7 zes weken op woensdagavond een reisverslag uitgezonden van deze bijzondere reis. Normaal gesproken reist Dolf van der Vechten hiervoor mee met het koor, maar dit keer was dat niet mogelijk in verband met de ziekte die hij nu al bijna een jaar heeft. Ondanks deze ziekte kan Dolf wel kort in Israël zijn en daar spreek ik hem over zijn ziekte en hoe het nu met hem gaat. Dolf. Maarten. In Jeruzalem. In Jeruzalem. Prachtige stad. Jij bent hier met het Holland Koor en ik zou natuurlijk meegaan met het Holland Koor, zoals ik dat vorige reis ook heb gedaan. Maar door mijn ziekte is dat eventjes niet handig. En heb ik mijn taken aan jou mogen overdragen. En er is hier een media summit komende week. Ja. Dus daar gaan wij naartoe, mijn vrouw en ik. En we dachten van, nou ja, dan kunnen we in ieder geval het staartje van het Holland Koor nog even meemaken. En vandaar dat we nu samen in Jeruzalem zijn. In het jaar dat Israël 70 jaar bestaat. Hoe bijzonder. Ja, heel mooi toch? Ja, hoe bijzonder, ja. Wat is voor jou het meest bijzondere om in Israël te zijn? Wat maakt voor jou Israël zo bijzonder? Ja, dat, ik weet niet of ik dat zo in een paar woorden kan zeggen, maar het begon bij mij eigenlijk allemaal toen ik voor het eerst in, ik denk ergens in 2001 of 2002, voor de EO een kinderprogramma produceerde samen met Bart Repko en met kinderprogramma's van de EO. Dat zou hier in Jeruzalem gebeuren, rond kerst. En dat was mijn allereerste keer dat ik zeg maar een voorbereidingsreis maakte voor die productie. En Bart mij overal liet zien, en daar is wel een beetje de liefde voor Israël ontstaan. Datzelfde jaar, een paar maanden later waren we terug om die productie daadwerkelijk te doen. En sinds die tijd ben ik misschien al wel 15 of 20 keer geweest. Ik hou het niet meer bij, maar we hebben natuurlijk heel veel mogen doen op allerlei manieren. En ja, je leert mensen kennen en je leert veel over het land zelf. Je leert veel over wat God daarover zegt. Ja. En met veel sprekers natuurlijk allerlei studies gedaan. Ja, dat betekent dus dat er iets ontwaakt. Ja. Maar dat is nog voor de tijd van Family 7. We waren natuurlijk wel bezig met Stichting ETV. We zonden ook al hier en daar wat uit. Ja. Maar ik had toen niet kunnen bedenken wat we nu allemaal weten. Nee. Ja. God heeft het land Israël en zijn volk, of ik moet zeggen zijn volk Israël, bijzondere beloftes gedaan over dit land. Welke belofte spreekt jou het meeste aan? De belofte dat hij niet klaar is met zijn volk. Mm-hmm. Er zijn vandaag de dag nogal wat mensen die roepen, dat is allemaal al geweest en God heeft gehad met Israël. Ja. Maar hij heeft een eeuwige belofte gegeven en wat God belooft, dat doet hij ook. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ik herinner me dat toen ik met Joas, onze cameraman die hier nu staat te draaien, in januari hier was van dit jaar, dat wij bij de Kotel, bij de Klaagmuur, waren met een aantal gehandicapte jongens. En daar ook wat studenten rondomheen liepen die jongens reden in de rolstoelen en zo. Dat zij zeiden van, ja, maar hoe kan het nou dat Jezus, hoe matcht dat nou met ons, weet je wel, als Jood zijnde? Ik zei, ja, weet je wel, dat is een heel lang verhaal en je kan er heel moeilijk over doen. Ik zeg maar, God gaat met jullie een weg en God gaat met de christenen een weg. Mm-hmm. Maar ik weet zeker dat het enig moment is dat die twee wegen samenkomen. En dat is eigenlijk de belofte die God geeft. Dat wij zijn op de stam, de edele stam, geënt en het is niet andersom. En ik heb soms de indruk dat mensen het om willen draaien, maar God heeft het wel zo bedoeld. Dus de tekst, God verlaat niet dat wat zijn hand begon, is daarop heel erg van toepassing. Dat doet hij niet met ons, dat doet hij ook niet met het volk. Er staat ergens, de kinderen zullen weer spelen op de pleinen. Ja, en dat gebeurt nu al. Dat gebeurt nu al. Ja, als ik daar ergens onderweg ben naar de oude stad en je hebt daar zo'n plein en dan zie je dus daadwerkelijk die kinderen spelen. Dat is fantastisch. Ja, maar wat zegt dan de tekst als
Er wordt gezegd, we moeten bidden om de vrede voor Jeruzalem. Nou ja, dat is heel hard nodig. Ik bedoel, er zijn zoveel vijanden rond om Jeruzalem. Ja. Dat het is heel hard nodig dat wij met z'n allen bidden voor de beveiliging van het volk. Ja. En als wij bidden, dan gaat God aan het werk. Ja. We waren vanmorgen met elkaar, met het hele koor, in de graftuin. En hebben daar een prachtige dienst beleefd met ongelooflijk mooie liederen. Fantastisch. Ja, ik heb een boekje eventjes voor me liggen. En ik zou dat niet zo bedacht hebben hoor, want ik hou van muziek, maar teksten is voor mij altijd een ding om die te onthouden en op te dreunen. Maar jij had het omzingen. Zou ik nog vrezen nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. In zijn goddelijk wezen is zijn glorie groot. Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. Zo waren er meer van die teksten, maar ik wees jou op deze tekst, want je stond naast me. Dus toch wel bijzonder, zeker in mijn situatie op dit moment. Ja. We stonden dat samen te zingen in de graftuin. En om dan te zingen, niets zou ik vrezen in leven en in dood. De predikant die bij ons aanwezig was, Vree van Roest, heeft een hele mooie preek gehouden. En hij had het ook over aanvechtingen. Ja. Zie je dat zelf ook zo, dat wat jou overkomt, dat aanvechtingen zijn in jouw leven? Hoe ervaar je dat? Ja, dat is een heel lastige, omdat je, het kan van alle kanten komen, weet je wel. Mijn Bijbel lees ik dat talrijk zijn de rampen die Gods kinderen kunnen overkomen. Mm-hmm. Maar gelukkig staat er ook achteraan dat uit alle deze redt hij hen. Ja. Het zoeken naar van waar, hoe moet ik dat nou duiden, is wel een hele lastige. Ja. Weet je wel? Dus om dan te zeggen van ja, dit komt uit die hoek of uit die hoek of wat dan ook. Er zijn allemaal hele lieve mensen die, wij zijn heel bevoorrecht. Er wordt heel veel voor ons gebeden wereldwijd. Ja. En ik krijg heel veel brieven, kaartjes en ik krijg teksten enzovoorts. En die spreken elkaar soms tegen, lijkt het. Maar weet je, uiteindelijk is het ook wel weer een rode draad die God aangeeft. Van dat je moed mag houden en dat je mag blijven zien op hem. Ja. Maar het is heel lastig om precies exact te duiden in zo'n situatie. Je komt in een rollercoaster terecht en je weet niet precies hoe en waar het heen gaat. Je hebt, wij spreken elkaar veel vaker en dan kun jij vol enthousiasme vertellen over wat je in jouw leven, ook met Family 7, hebt meegemaakt. De meest onmogelijke dingen binnen Family 7 in jouw werk. Als het gaat om wensen, om projecten die je wilt realiseren. Het meest recente voorbeeld daarvan is het gloednieuwe prachtige pand van Family 7. Wat lange tijd niet mogelijk bleek of waarbij je allerlei hindernissen ontdekte en moest ervaren. Maar je ziet daarin heel duidelijk, vertel je daar ook over, de hand van God op het juiste moment. En daarin heb jij een ongelooflijk groot vertrouwen. Ja. Hoe kom jij aan dat vertrouwen? Hoe lukt het jou om in alles dat vertrouwen te hebben? Ja, nou weet je, dat begon eigenlijk toen ik pas tot geloof was gekomen, zaten wij in een gemeente en daar hadden ze een soort bijbelstudie-serie. Mm-hmm. En een van de leraren was Jacques Theeuwen. En hij leerde ons uit Jozua en Nehemia, de godsmannen die ook moesten vertrouwen op God. En daar waar heel veel mensen niet op hem vertrouwden, gingen Jozua en Caleb bijvoorbeeld wel door. Mm-hmm. En hij leerde ons ook van, weet je wel, wij moeten doen de dingen die wij moeten doen. En we moeten de dingen die God moet aan hem overlaten. Ja. En dat is wel iets wat ik vanaf het begin in mijn oren heb geknoopt. Dat wel zo werkt. Ja, en dat vertrouwen, dat moet je leren. Ik bedoel, is het denk, dat? Ja, denk niet dat je nu opeens kan zeggen van nou, nu vertrouw ik God en als er zware dingen op mijn pad komen, dan kan ik dat allemaal aan. Want jij gaat daar heel ver in, hè? Je hebt ook aangegeven dat bij het nieuwe pand, heb je me verteld dat als er aan bepaalde randvoorwaarden niet werd voldaan, dat je het gewoon liet lopen. Ja, nee, dat klopt. Maar gebed is daarin wel, zeg maar, de rol die heel belangrijk is.
Kijk, en toen ik nog veel met muzikanten op weg was in de jaren 80 en begin 90, toen heb ik geleerd, vooral in het buitenland, dat als je geen creditcard bij je hebt en geen wegenwachtpasje en geen mobiele telefoon en je zit in een land als Azië of in Zuid-Afrika of wat dan ook en dingen werken niet zoals ze moeten werken, ja, dan blijft er op een gegeven moment alleen maar over dat je nog kan bidden. Ja. En daar heb ik moeten leren dat als je gaat bidden, dat er dus een antwoord komt. Ja. En dat God dan zeg maar onverwachte dingen doet die eigenlijk niet konden. Ja. Menselijk gesproken die niet mogelijk waren. En zo leer ik stapje voor stapje op die Heer te vertrouwen. En die lessen had ik gewoon toen ook gewoon nodig. Mm-hmm. Ja, omdat ik was natuurlijk een producer of een manager van muzikanten en ik regelde gewoon alles. Mm-hmm. Weet je wel, als het niet over links kon, dan ging het wel over rechts. En voor mijn wedergeboorte was dat misschien zelfs over lijken. Nee, zo ver ging het niet, maar bij wijze van spreken. Weet je wel, dus je ging gewoon zorgen dat het gewoon geregeld werd. Ja. En de Heer heeft mij daar wel heel erg in veranderd, want ik trap geen deuren open die ik niet open moet doen. Weet je wel, dus, en dat zou ik misschien in het verleden wel hebben gedaan, om mijn doel te bereiken. Ja. En nu wacht ik heel graag op de Heer, maar er hoort ook gebed bij. En waardoor je op een gegeven moment in je relatie met God gewoon leert van oké, dit is dit en dat is dat. En dan maak je natuurlijk ook wel fouten in. Ja. Maar heel vaak weet ik dat ik weet dat ik weet. Want je vertelt dan ook dat jij daardoor, door die intieme relatie die je met de Heer God hebt, ook echt een relatie met Hem hebt opgebouwd, waardoor je ook bevestiging kunt krijgen in datgene wat Hij tot jou spreekt. Ja. Dus jij vertelt over een heel duidelijk gevoel bij iets, mm-hmm. Waardoor je bevestigd wordt om iets wel of niet te doen. Ja. Dat is heel erg bijzonder. Ja, en nogmaals, ik hoor het ook wel eens fout. Weet je wel, het is niet zo dat ik daarin altijd maar zeg van nou, dat heb ik begrepen en zo gaan we het doen. Ja. En dan pakt het heel anders uit. Weet je wel. En soms pakt het anders uit omdat God een beter plan heeft. Maar je vertelde wel eens, kort geleden hebben we daar heel uitgebreid over gesproken, is de hele historie van Family 7, met name het begin, dat het moeilijk was. Hè, in de begintijd dat je heel veel tegenslagen hebt ervaren en dat opeens, na een jaar van vrijwel geen projecten en omzet, opeens werd alles anders en beter. Met heel veel mooie projecten. Ja, dat is 21 jaar geleden. 21 jaar geleden, ja. Ja. En je vertelde toen het hele proces daarna, het pand aan de Eendrachtstraat en de groei van Family 7 en van de missie en met name ook de uitbreiding van de dekking via de netwerken, via televisie. Dat is heel wonderlijk. Als je vertelt hoe dat allemaal gaat. Mm-hmm. Maar je hebt altijd gezegd, vertelde je, mij mag alles overkomen, maar niet mijn lichaam. Nou ja, dat heb ik inderdaad wel eens aangehaald. Omdat, kijk, op God vertrouwen, als het gaat om organisatorische dingen of om geld. Ik bedoel, geld, ik heb gemerkt dat geld is nooit het probleem. Een goede Joodse Messias beleidende vriend van ons, die zei altijd van, it's never the money, it's always the decision die je maakt. Mm-hmm. Het gaat nooit om het geld, het is het besluit wat je neemt. Want je kunt met geld kun je dingen doen die je helemaal niet moet doen, omdat je geld hebt, waar God je nooit heeft gevraagd om te doen. Ja. Maar als je geen geld hebt, kun je ook zeggen van, ja, heer, maar u zegt wel dat ik het moet doen, maar ik heb geen geld, dus ik doe het niet. Weet je wel? En geen van beide gaat op. Als God zegt dat je dingen moet doen, moet je gewoon een stap in het geloof maken, moet je gaan doen, of je nou geld hebt of niet hebt. Dus dat is niet voor mij die issue. En ook niet de organisatorische dingen zijn de issue. Maar ja, ik heb wel eens gezegd van ja, hoe zou ik erin staan als het dan om mijn lichaam gaat? Ja. En als je dan zoals vanochtend zingt, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dan stel ik me zo voor, angst. Heb jij dan geen angst? Nou, het rare is vanaf het moment dat ik te horen kreeg dat er een tumor in mijn darmen was gevonden. Ik heb alle vrede gehad. Vanaf het moment, ik heb geen dag onvrede gevoeld of zo. Dus dat is ook iets wat de genade van de Heer is, weet je wel. Ik bedoel, dat kan God je alleen maar geven, dat heb ik zelf niet bedacht. Weet je wel, maar dat overkomt mij en ik kan dat alleen maar aan de Heer toeschrijven. Dus
Weet je, zo'n periode als nu ook, waar je zeg maar, ik roep nu van, ik heb een verplichte sabbatical. Ja. Nou ja, na een 50-jarige arbeids... Dat mag wel een keer, toch? Mag dat misschien ook wel een keer. Maar ik moest gewoon een stapje terug doen en dingen voorzichtig loslaten. Het is niet zo dat ik niks meer doe en ik kan gelukkig nog een hele televisieseries opnemen en dat is allemaal gebeurd. Maar... ik moest echt een stapje terug doen. Maar ik zie deze periode ook wel als een reflectieperiode, weet je wel. Want het is voor ons leiders is het wel heel makkelijk om op een gegeven moment op de automatische piloot te gaan. Zeker als je in drukte bent en weet ik veel wat allemaal. En dan kan je gewoon ook zeg maar blindelings op een gegeven moment ook door blijven lopen en in fouten terugvallen waar je vroeger misschien last van had en waar je nooit van gedacht had van dat jou dat weer zou overkomen. Ja. Ben ik blij dat de Bijbel ook spreekt over dat de rechtvaardige valt 7 keer, maar staat weer op. En dat is ook de genade van God dat hij dat ook doet. Ja. Maar het betekent wel dat de Heer in zo'n situatie je ook wel in situaties brengt en terugbrengt. Dat je misschien ook gewoon dingen in het reinen moet brengen, weet je wel. Dat je niet kan zeggen van ja, ik blijf rondlopen met iets waar je gewoon echt niet mee rond moet blijven lopen. Omdat het misschien jouw relatie met God kan verstoort. Hoewel ik eigenlijk al standaard altijd heb van als ik iets doe waar ik denk van ja, dat is niet helemaal koosje. Dan beleid ik het wel altijd, want ja, ik wil niet dat er een muur tussen mij en God opkomt. Mm-hmm. Maar goed, op een gegeven moment maakte de Heer mij bijvoorbeeld wel duidelijk dat ik met mijn vrouw bepaalde dingen in orde moest maken. Weet je wel, dat komt even heel hard aan. Ja. En dat is dan ook wel weer het mooie van zo'n situatie, dat ook kan. Mm-hmm. Dat er ook een stukje bevrijding komt en dat je weer opnieuw gefocust wordt op waar je staat. Weet je wel, waar sta je in relatie tot de Heer, tot je familie, tot je gezin. En wij mogen echt van genade spreken dat... Afgelopen week waren onze kinderen en al onze kleinkinderen bij ons thuis. En dat zeg maar zo'n fantastische eenheid is. Ook niet altijd is geweest, maar nu wel. Mm-hmm. Juist in deze periode is dat echt gewoon heel bijzonder. En dat dan het hele gezin kinderen en kleinkinderen gaan bidden. En dat ik dan, het was niet afgelopen week, maar een paar weken terug, dat ik dan 2 van die kleine handjes in mijn rug voel van een van de kleinkinderen. Dat is zo mooi, dat is zo ontroerend. En dat je dan afgelopen week ziet dat een van je kleindochters op de knieën gaat en dan een hand op je been legt. En dat een ander kleinkind erbij komt. Op een gegeven moment zaten 3 kleinkinderen rondom mij heen, terwijl de ouders aan het bidden waren. En weet je wel, dus dat is zo mooi om te zien dat zeg maar de Heer gewoon herstel geeft. Hij geeft vrede, hij geeft rust. En dat is ook in deze periode allemaal, weet je wel. Dus het is enerzijds zeg maar loslaten, maar ook reflectie. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, want nogmaals, wij kunnen als leiders heel makkelijk op de automatische piloot gaan. En ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. En dat je zeg maar ook wel weer eens eventjes door God teruggeroepen wordt van hey, kom op, bij de les blijven. En soms is het gewoon heel erg nodig. Maar slaat dan op een goed moment niet soms toch de twijfel toe? Twijfel waarvoor? Dat je je af gaat vragen, oké, ik ben een wedergeboren, ik geloof in God, mm-hmm. Ik heb een warme band met hem. Je bent daar dagelijks mee bezig, een intieme relatie met de Heer, zoals je zelf zegt. En dan overkomen je toch dingen in je leven dat je zegt, maar waarom? Die vraag kreeg ik ook van EO Visie, dacht ik, of in ieder geval van de EO, ergens een keer, van heb je een waarom vraag? Ja. En ook nu ga ik weer zeggen wat ik net ook al zei, ik heb geen waarom vraag, want ik haalde die tekst al aan, talrijk zijn de rampen van Gods kinderen die hen kunnen overkomen, ja. Maar uit alle deze redt hij hen. En dat is een belofte die ook voor ons opgaat. Ja. Weet je wel? Als je geen kind van God bent, als je dus geen levende relatie met de Heer Jezus hebt, ja, dan kun je die belofte niet claimen. Kun je dan niet op zo'n belofte gaan staan en zul je waarschijnlijk ook helemaal niet doen. Ja. Dan hou je niet meer bezig. Ja. Maar ik geloof dat wat de Bijbel zegt, dat het waar is. Mijn oncoloog die belde mij een paar weken geleden. Ik zat in de auto en hij had een telefonische afspraak met mij.
En zei van ja, maar nou ga je nog weer via een andere route. Want ik had een second opinion hier in Israël met een professor. En die had weer een vriend in het UMC in Amsterdam. En die zei van ja, maar luister, ze zeggen wel dat die alvleesklier schoon is. Maar wij willen dat wel zeker weten voordat we een advies gaan geven. Mm-hmm. Mijn oncoloog zei, nu ga je weer shoppen. Maar we hebben een window of tijd waarin dingen kunnen gebeuren. En toen haalde ik aan maar mijn Bijbel leert mij dat zij die geloven haast er niet. Ja. En het was wel grappig, want we zaten pas geleden met het hele gezin bij die oncoloog. En toen haalde hij die tekst aan. Dat was blijven hangen. Maar God zegt, zij die geloven haast er niet. Dus er zijn ook heel veel mensen die hebben gezegd van, ja, maar waarom duurt het allemaal zo lang? Mijn situatie duurt nu al 9 maanden. Eigenlijk had ik er al niet meer moeten zijn, gelet op die alvleesklier. Dan had ik hier nu niet gezeten. Maar ik zit er nog steeds. En ik moet zeggen dat het gaat niet elke dag even goed. Maar over het algemeen kom ik er redelijk door. Hè. Het lastige is dat als mijn darmen wat opspelen. En dan voel ik me vaak. Dan vloeit energie weg enzovoorts. Maar als ik dat niet heb, ben ik best in staat om dingen te doen enzovoorts. Dus dan voel ik me redelijk goed. Het is een bijzondere tijd van al 9 à 10 maanden lang. En wie weet hoe lang het daarvoor al er heeft gezeten. Weet je wel? En toch ben ik hier nog steeds. Ja. En dus wat de artsen ook zeggen, weet je wel, zij die geloven haast er niet. En dus heb ik ook het hele traject van doktoren en van de onderzoeken en eerst dit onderzoek, allemaal goed enzovoorts. Ik was natuurlijk kerngezond altijd. Ik loop hard en dat doe ik al 25 jaar. En dan komt opeens zoiets langs. En dan krijg je onderzoeken enzovoorts en nergens blijkt wat, totdat op een gegeven moment het onderzoek van die darm komt en daar die tumor uitkomt. En dan nog duurt het weer maanden. Ik ben 10 maanden verder en ik heb nog geen enkele behandeling gehad. En nu hebben we gezegd van ja, luister eens, als het om die alvleesklier gaat, dat geeft zo weinig winst. Dus dat gaan we niet doen. We gaan geen chemo doen. Want dat geeft zo weinig winst. En daar heb ik vrede mee, weet je wel. Want ik voel me goed. En eigenlijk is het is wel een beetje veranderd sinds december, sinds de 10 maanden geleden. Maar en nog niet echt dat je zegt van nou weet je wel, het is zo daadwerkelijk zoveel slechter geworden enzovoorts. Ik laat het traject in Gods handen. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want anders was ik misschien nog geopereerd geweest enzovoorts. Ja. Terwijl dat niet had gemoeten of wat dan ook. Of had ik chemo gehad terwijl dat niet had gemoeten. Ik weet het niet. Wij hebben tegen de doktoren gezegd van wij volgen jullie weg, want wij vinden het een goede zaak dat de medici hun werk doen. En we willen ook weten wat er aan de hand is. Maar aan de andere kant, dat weten al die doktoren, ik denk dat ik er misschien wel 12 heb gesproken. Ze weten ook dat wij de andere weg gaan, namelijk de weg van God. En dat we daar ook van zeker van verwachten. Kun je dan dus nog steeds ondanks alles van harte zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft? Nee, absoluut. Ik bedoel, kracht krijg ik alleen maar van hem. Ik vertelde dat vroeger deed ik alles uit eigen kracht. Ja. En trapte ik deuren open die niet open moesten. En nu krijg ik kracht om dingen te doen die zo gaan, weet je wel. Daar hoef ik niet kracht bij te zetten. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik de ogen naar het onbekende land. Dat is een prachtig lied. Ja. Ja, dat is heel mooi. Wat de toekomst brengen mogen. Het kan ook, zeg maar, en ik wil het niet als een dooddoenetje afdoen. Maar weet je, de Heer heeft mij geroepen voor een taak. Ja. Dat begon in 92 toen ik mijn baan opzegde bij het ministerie van Financiën. Toen wist ik helemaal nog niet of Family 7 zou komen. Maar wij hebben alle schepen achter ons verbrand en wij dachten wij gaan de zending in. Dat had een prachtige beach ministry in Hawaii kunnen zijn, zoals ik was grappig probeer te zijn. Of in Afrika, of in Azië, of wat dan ook, of waar dan ook. Maar het is Family 7 geworden. Ik wist wel dat we zending zouden gaan doen, niet dat het uitzending zou worden. Daarin is het echt zo bijzonder dat we de dingen van de Heer mogen verwachten en dat Hij daarin ons ook geleidt. Maar hij heeft mij geroepen voor deze taak. Ja.
Maar hij heeft niet gezegd dat het afgelopen is. Dus als ik bij een baas ga werken, dan neemt hij mij aan. Ja. En als hij niet meer blij met me is, of hij denkt van, hey, jouw taak zit erop, want je gaat met pensioen of wat dan ook, dan krijg ik dat te horen en dan krijg ik ontslag. Nou, ik heb gehoord dat ik deze dingen moest gaan doen, maar ik heb niet gehoord van de heer dat hij zei van, het is over. Je hebt geen ontslagbrief gekregen? Ik heb geen ontslagbrief gekregen. En dat is ook wat de heer in zijn woord zegt. Namelijk dat hij ons de toekomende dingen zal vertellen. Mm-hmm. En die heb ik heel vaak in mijn Bijbel onderstreept. Hij gaat je de toekomende dingen vertellen. Hiskia kreeg te horen, koning Hiskia, dat hij zich moest gaan klaarmaken omdat de heer hem thuis ging halen. Ja, kreeg hij duidelijk te horen. Dat is anders afgelopen. Die teksten die krijg ik natuurlijk heel vaak langs. Daar heb je zo'n voorbeeld van. Hè? Dus, soms zegt de heer ook, weet je wel, er zijn ook legio voorbeelden van mensen die te horen krijgen, die dezelfde ziekte hebben als ik, van luister eens, ik ga je thuis halen. Ja? En die met open armen zegt ze, heer, hier ben ik, weet je wel. Maar ik wil dat voor mezelf al zeker weten dat de heer dat tegen mij zegt. Ja. En tot nu toe heb ik dat nog steeds niet gehoord. Dus blijf ik erbij dat ik een wonder mag verwachten. Ja. En dat is ook zo, want 1 Petrus 2, vers 24 zegt dat door de striemen van de Heer Jezus wij genezing hebben ontvangen. Hè? Hier in het lied, U zij de glorie, staat het, hè, zou ik nog vrezen nu eeuwig leven, die mij heeft genezen. Dat is wat 1 Petrus 2, vers 24 zegt. Die mij heeft genezen. Dus in wezen hebben we het al ontvangen. Op het kruis is onze ziekte gedragen. En nogmaals, een kind, iemand die geen kind van God is, kan daar die kan daar niet op bouwen, die zal daar ook niet op bouwen, maar ik bouw daar wel op. En zolang de Heer niet op mij spreekt van dit of dat, ga ik gewoon door en blijf ik in geloof wandelen. De tickets naar Israël voor deze reis heb ik in geloof geboekt. Zei je, ja. Gewoon van, Heer, ik geloof dat, en ik weet nog dat wij die vergadering hadden voor het hele camerawerken en zo. In je nieuwe kantoor. Ja. En dat ik jij mij belde en dat ik daarna verschrikkelijk last kreeg van mijn darmen. En me dacht van, oh, hoe moet ik die vergadering gaan doen? En dat ik tegen de Heer zei van, Heer, ik vind dit zo belangrijk. Wilt u mij er doorheen helpen dat ik gewoon op die avond gewoon die vergadering kan doen? Ja. En we hebben daar de hele avond, niet de hele avond, maar we hebben daar 1,5 tot 2 uur bij elkaar gezeten zonder dat ik problemen had. En zo heb ik ook de reis hier naartoe mogen maken met veel energie. Dus wij mogen ook vertrouwen op de Heer en mogen het ook vragen. Hè? Ik las vanmorgen nog in mijn Bijbel dat als wij geloven dat wij, als wij zeg maar echt geloven dat wij dingen vragen aan God dat Hij het ook wil doen, ja, dan kan het geloof van een mosterdzaad voldoende zijn om een berg in zee te laten vallen. Ja. Nou, wij hebben gezien, mijn vrouw en ik hebben gezien, dat hij bergen in zee heeft laten vallen. Met problemen, met geldproblemen en weet ik veel wat allemaal. Die wij allemaal niet in zee hadden kunnen laten vallen. Maar het geloof van een mosterdzaadje was voldoende dat God het deed, weet je wel. En soms moet je daar lang op wachten. Je kan ook niet zeggen van, nu 21 jaar later word ik geconfronteerd met ziekte in mijn lichaam. Nadat 21 jaar hiervoor wij zeg maar, die hele toestand hadden met financiële zorgen in de aanloop naar Family 7 toe. Maar toen ook wisten wij niet hoe dat af zou lopen. We wisten maar één ding, dat de Heer zei twee dingen tegen ons. Vlucht niet naar Egypte, dat betekent dat je niet de dingen moet doen om jezelf te redden. Of bij anderen je hulp gaan halen. Maar blijf het verwachten van de Heer. En wacht op mij. En eigenlijk zijn dat de twee dingen die de Heer mij nog steeds zegt. Ook nu weer. Vlucht niet naar Egypte, maar wacht op mij. Dus dat is mijn route op dit moment. En daar ga ik voor. Jij wacht dus rustig af op wat komen gaat. Ja. En je hebt nu de hele duidelijke bevestiging dat je geen ontslagbrief hebt gekregen. Je bent in volledige rust en in vertrouwen. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er met jou als het dan toch anders blijkt dan dat je dacht? Want ik kan me voorstellen, ik wilde toelichten dat mensen jouw verhaal horen en vinden en denken dat ze een groot vertrouwen hebben op de Heer en dat ze dagelijks hun zorgen, zoals het zo mooi staat in Filippenzen, met gebed en dankzegging bij de Heer mogen brengen. En ze lezen over, in Matthäus, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ze lezen over, ik zal nooit verlaten wat mijn hand begon.
Maar we kennen natuurlijk talloze verhalen, en ook ikzelf, over dat het in het leven ook kan gaan wat je niet verwacht. Ja. Dat het soms kan lijken dat God grote dingen gaat doen, maar dat het toch anders uitwerkt. Ja. En dat is wel iets wat aan de ene kant in het verhaal wat je vertelt bijzonder inspirerend is en een groot voorbeeld kan zijn voor mensen. Om te zeggen, had ik maar zo'n groot vertrouwen, kon ik dat maar, hè? Zo'n grote rust. Ik weet niet of het groot vertrouwen is, Maarten. Ik denk dat het te maken heeft met van... Dat je zeg maar, in jouw relatie met God op een gegeven moment weet dat je weet dat je weet. En ik heb dat met organisatorische dingen gehad. En ik heb eigenlijk nu voor mezelf gewoon het gevoel dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat er ergens... dat dit niet het einde is. Alleen, ja, ik zei het al, ik heb het ook wel eens fout. En daar heb je dan dus ook vrede mee? Ja, alleen ik verwacht het niet. Nee. Ik verwacht het niet. Maar ik had sowieso dit allemaal niet verwacht. Dus de dingen die komen dan op je pad. Maar het is al een zo bizar proces geweest tot nu toe. Dat ik kan niet in de toekomst kijken, dat wil ik ook niet. Want ik zei al, 21 jaar geleden zaten wij in oktober, hè, want het was een beetje dezelfde periode. Dit begon in december, toen begon het ook in december. En toen waren er ook al 10 maanden voorbij en we hadden totaal geen uitzicht op een oplossing. En die kwam pas in januari. En ik ga nu niet zeggen dat mijn oplossing in januari komt. Wat mij betreft mag het vandaag beginnen. Ik gebruik heel vaak Psalm 57, of een deel daarvan. Ik weet niet precies welk vers het is uit mijn hoofd, want ik zei al, mijn teksten vast memoreren is niet mijn sterkste kant. Maar ik weet wel wat er staat, namelijk dat ik mag schuilen onder de vleugels van de Allerhoogste, totdat het onheil voorbij is. Nou, voordat ik naar hier naartoe ging, zei ik, die grapte ik ook naar de oncoloog toe, van nou, ik ga naar Israël toe. En ik zeg, want daar heb je lokaal tarief. Zit er dicht bij de hemel. Ja, en wat zei hij? Huh? En wat zei hij? Hij moest heel hard lachen. Maar zo is het wel, weet je wel. Ik wil niet zeggen dat het nu weer in januari moet gebeuren. Het mag wat mij betreft deze week gebeuren. Weet je wel, want hoe eerder het voorbij is, hoe mooier het is. Want ik slaap nog steeds heel slecht met pijn enzovoorts. En dus dat is al 9 à 10 maanden lang, is dat zo. En toch is het ook heel mooi, ik zei al, we houden van muziek, van liedteksten. En dan las ik vanochtend, als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Amen, amen. Maar dat is ook mijn gebed, dat ik elke dag gewoon een bemoediging krijg. Ja. Weet je wel, want het is niet zo dat je dus helemaal nooit, de moed laat zakken. Als ik s'nachts verschrikkelijke pijn heb duurt maar een half uur lang en misschien soms wel een uur lang dat het niet overgaat, ja, dan zakt de moed mij ook wel eens in de schoenen en zeg maar, heer, waar bent u nou? Waarom gebeurt er niks, weet je wel? Is dat daar mijn gebed dat ik elke dag een bemoediging krijg om weer door te gaan. En dan word ik 's morgens wakker en dan denk van, hey, ik voel me weer goed vandaag. Maar wat zou je dan tegen de mensen willen zeggen die denken, ik ben onder de indruk van wat Dolf vertelt. Ik kan er een voorbeeld aan nemen. Maar wat moet ik doen om dat ook te krijgen? Wat moet ik nog meer doen dan dat ik nu al doe? Ja. Hoe kunnen mensen, want dat hoor je toch veel, dat mensen zeggen van, ja, maar ik vertrouw op God, maar hè? Ja, dat is gewoon heel lastig. Want kijk, net zo goed als ik nu niet kan zeggen dat de Heer het precies zo gaat doen als 21 jaar geleden. Gaat hij met iedereen een andere weg. Er zijn mensen die ook niet snappen hoe ik hierin sta. Weet je wel, dat begrijp ik heel goed. Hè? Als je zelf een andere weg bent gegaan met chemo en weet ik veel wat allemaal. Maar als, zeg maar als de Heer tegen iemand zegt van dit is mijn route voor jou, wil dat niet zeggen dat dat de route voor mij is. Dus God gaat met elk mens een andere weg. En het is heel lastig om mensen te gaan zeggen van je moet dit of je moet dat. Want in wezen moet je niks. Je moet het geloof hebben van een mosterdzaadje. Dat is zo klein. Ja. Om een berg in zee te laten vallen. Weet je wel? Dus
Het is zo lastig om te zeggen van je moet dit, je moet dat. Dat is gewoon onmogelijk. Dit is hoe ik erin sta en ik leg het op niemand anders. Omdat ik weet dat zoveel andere mensen zoveel andere ervaringen hebben. Die heel hard gebeden hebben voor mensen in hun omgeving, in hun familie enzovoort. En die worden toch thuis gehaald. Ja. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat het luisteren naar de stem van God. Ja. Want ik roep dan wel eens een beetje onbeschaamd. Van je kan ook bidden als een kip zonder kop. Mm-hmm. Weet je wel? Dus je kan bidden. Maar het is ook luisteren naar de Heer. Ja. Weet je, wat zegt de Heer? Ik ben begonnen. Vroeger deed ik dat veel meer. Weet je wel, dan heb je op een gegeven moment heel veel dingen. Komen dan zoveel dingen op je pad, dan laat je dat op een gegeven moment liggen. Maar vroeger schreef ik alles op. Weet je wel, in de tijd dat ik met Family 7 begon en zo, alle bijzondere dingen schreef ik op. Daar ben ik nu weer mee begonnen. Omdat ik gewoon een rode draad wil zien. En als ik Gods woord lees, wat zegt de Heer tegen mij? En welke signalen komen op mij af? En ik denk dat dat belangrijk is. Hè? Dat je dus niet zeg maar, alleen maar zeg maar, gewoon bidt van Heer, genees mij of weet ik veel wat enzovoorts. Maar dat je leert te luisteren naar die zachte, stille stem van de Heilige Geest. Die hebben we niet voor niks gekregen. Jezus zegt zelfs van, luister eens, als ik niet naar de hemel ga, kan de trooster niet komen. Kan de Heilige Geest niet komen die jullie zal leiden in alles. Nou, dat is zo belangrijk. En ik denk dat niemands situatie is hetzelfde. Maar het is wel belangrijk dat je leert te luisteren naar die zachte, stille stem van de Heilige Geest. Wat zou je mensen dan willen zeggen die daarmee worstelen? Met die twijfel, met nou ja, die angst? Kijk, wij hebben een erfenis. Als kinderen van God hebben we erfenis dat de striemen van de Heer Jezus ons genezing zijn geworden. Weet je wel? Dat staat in Gods woord. Mm-hmm. Dat onze ziekten, dat die gedragen zijn op het kruis. Hè? We waren vlakbij de schedelplaats hè, in de graftuin. Ja. En we gaan ervan uit dat daar die drie kruisen hebben gestaan. Maar dat daar, zeg maar op het kruis, onze ziekte is gedragen. Mm-hmm. Dat is een erfdeel wat wij als kinderen van God hebben. En nogmaals, iemand die niet gelooft, zal daar überhaupt geen aanspraak op maken. Omdat hij dat helemaal niet kent. Ja. Maar als je daar niet gewoon dieper induikt, ook als je een gelovige bent en je dat nooit geleerd is, ja, dan is dat een moeilijke situatie. Ja. Ja, maar wij mogen gaan staan op de beloftes die God gegeven heeft in zijn woord. En als ik dat ene deel van de Bijbel wil geloven en het andere deel van de Bijbel denk van ja, dat is niet voor mij, dan kan ik dat er beter uitscheuren en dan hou ik een heel dun Bijbeltje over. Ja. Weet je wel, dus... Ik geloof dat wij aanspraak mogen maken op die belofte. En dat doe ik dus ook. Door zijn streamen heb ik genezing ontvangen. En ook al voel ik dat nu nog niet zo. Ik wacht op een moment dat de Heer dat gaat doen. Weet je wel. En ik ben al heel dankbaar dat ik mag zijn zoals ik er nu bij zit. Weet je wel. Dat ik gewoon energie heb. En dat je dan kunt zeggen dat mijn wil voor eeuwig zij de uwe en anders geen. Nee, precies. Ja. Kijk, en er komt natuurlijk aan elk leven komt er een keer een einde. En mijn moeder zei, zij is heel jong gestorven op de 56. Ze had een verschrikkelijke ziekte, ALS. En ik had gehoopt dat ik geweten had toen wat ik nu weet. Mm-hmm. Maar mijn moeder zei tegen mij en mijn vrouw en onze familie van... Nou, ik ga het niet meer meemaken, maar jullie gaan het wel meemaken dat de Jezus terugkomt. Ja. Dus ik weet niet of het profetisch is geweest... Maar daar ga ik voorlopig nog wel even vanuit. Dus ik ga dat gewoon meemaken. En het liefst ben ik dan hier in Jeruzalem met jou als mijn cameraman. En Barry, die staat te filmen. Ik ben er ook graag weer jij bij. Jij bent erbij. Dat we samen, zeg maar, toevallig net op de Olijfberg staan. En die camera's daar hebben staan. Dat wij het mogen filmen. En dat we dan kunnen zeggen, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefde stem. Ja. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw. Jeruzalem. Ja, weet je, dit is zo prachtig om te weten dat God een plan heeft. Hè? Ik heb het in de studies die ik met de diverse sprekers gedaan heb, herhalen we dat ook wel eens aan, dat het evangelie is vanuit deze stad vertrokken de wereld in.
Ja. Toen de Heilige Geest op de discipelen kwam en de 3000 mensen tot geloof kwamen. En toen de vervolging kwam, hè, want ja, ze moesten uitgeduwd worden. Want anders waren ze waarschijnlijk met z'n allen gewoon lekker in Jeruzalem gebleven. Nee, maar het evangelie moest eruit. Dus soms gebruikt God ook een beetje een aparte weg om mensen weer uit te duwen een bijzondere kant op. En zo is het evangelie de wereld ingegaan. En nu komt het evangelie zo weer terug. Als je kijkt naar de eerstelingen, hè, de Messias beleidende Joden, die zeg maar hier hun taak mogen oppakken om hun landgenoten te vertellen. Die kunnen dat veel beter dan wij met onze erfenis als christenen, die zoveel verpest hebben in het verleden. Dan denk ik van ja, weet je, God is bezig. Mm-hmm. En zo, dus het evangelie komt weer terug hier. En op het moment dat de Jezus zijn voet op de olijfberg zal zetten, dan zullen alle vragen over zijn. En alle moeites zullen over zijn. Alle pijn zal over zijn. Maar ook alle strijdvragen van ja, gaan we nou wel naar de hemel of gaan we niet naar de hemel? Blijven we hier op aarde? Komt het koninkrijk hier? Weet ik veel. We maken zoveel moeilijke dingen van wat God allemaal beloofd heeft. We vullen dit in, we vullen dat in en er zijn zoveel meningen. En ik heb wel eens tegen een collega gezegd toen wij op de Olijfberg stonden. Weet je, als de Heer Jezus straks zijn voeten hier neerzet, dan is aan al die vragen aan eind gekomen. Weet je wel. En dat is ook niet het belangrijkste. Het meest belangrijke is wat de Jezus zegt. Weet je, het gaat er helemaal niet om of de demonen naar jullie luisteren. Toen de discipelen dat zeiden van kijk, de demonen gingen weg en mensen werden genezen en weet ik veel wat allemaal. Dan gaat het helemaal niet. Het belangrijkste is dat jouw naam is opgetekend in het boek des levens. Nou, maar staat jouw naam, weet jij niet zeker of jouw naam in het boek des levens staat? Is jouw paspoort niet getekend voor de hemel? Ja, dan moet je je toch gaan nadenken van, waarom weet ik dat niet zeker? Ja. En God geeft iedereen de mogelijkheid om het zeker te weten. Mensen kunnen nu een keuze maken om dat werk wat de Jezus op Golgotha heeft gedaan, hier vlakbij, om dat zich eigen te maken, om dat aan te nemen dat hij ook voor hun zonde gestorven is en dat hij ook hun leven wil optekenen in het boek des levens. En zodra ze optekenen. Precies, en zodra ze dat gedaan hebben en dat van harte kunnen zeggen, zullen ze ook de rust ontvangen waar jij nu mag van genieten. Ja, en zullen ze het ook, en dan is het geen hopen meer. Je spreekt natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, als je nou morgen doodgaat, waar ga je dan naartoe? Ja, ik hoop dat ik naar de hemel mag. Ja. Ik hoop dat ik daar zal zijn. Nee, dan is het een zeker weten dat je leven gekocht en betaald is door het bloed van het lam. Amen. En dat de enige grond is waarop wij recht hebben tot de hemel. En niets anders. En dat is allemaal hier gebeurd in deze stad, in Jeruzalem. Dat is ook de reden waarom er zoveel strijd is rondom deze stad. Maar als de Jezus zijn voet op de olijfberg zet, dan is de cirkel rond. Het is heel bijzonder als er staat, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal zal het duidelijk zijn, alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Eenmaal oog in oog met de Heer kan genade heerlijk zijn. Opwekking 818. Dat vind ik een prachtig lied. Ja. Ja. En als we nu dat met elkaar zo besproken hebben, de hoop die je hebt, het vertrouwen wat je hebt, de rust die je mag hebben. Jij mag die rust hebben, je mag die rust samen met Ans hebben, met je kinderen, met je kleinkinderen. Dan denk ik dat we niet anders kunnen dan de Heer daarvoor te danken. Amen. Zou je dat willen doen? Zeker. Zeker. Zullen we samen bidden? Nogmaals, ik heb het niet bedacht. Je ontvangt van de Heer. En het is zijn genade dat wij er zo in mogen staan. En ja, wat de toekomst mogen brengen. Hij weet het. En ik vertrouw op hem. Ja. Amen. Ik zal een gebed uitspreken. Vader in de hemel, we willen u zo danken, Heer, dat u de God van Israël bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat wij hebben mogen leren, Heer, dat u een weg ging met uw volk. Dat u ook een weg gaat met ons. En hoe we ook in het leven staan, Vader, we mogen weten, Heer, dat als wij de Heer Jezus hebben aangenomen in ons leven, als onze redder en verlosser, als degene die op het kruis al onze zonden heeft weggedragen. Maar niet alleen dat hij ook op het kruis al onze ziektes heeft gedragen. En dat door zijn striemen wij genezing hebben ontvangen.
Als we dat mogen weten, Heer, dan mogen we ook op die beloftes gaan staan. En mogen zeggen van ja, wat u in uw woord zegt is waar. En we willen dat ook als waarheid aannemen. Heer, ik wil zo bidden, Heer, voor al die mensen die zitten met zoveel twijfel. Heer, die niet weten welke kant het op gaat. Heer, ik bid dat de Heilige Geest in hun leven een verschil gaat maken. Dat de Heilige Geest in hun leven leert hoe ze naar u kunnen luisteren. En hoe ze uw stem kunnen leren verstaan. Opdat ze uw vrede en uw rust hebben. Wat er ook gebeurt. Heer, want ook al gaan we door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want u bent erbij. Heer, en we hebben ook geleerd dat we niet in die dal van diepe duisternis hoeven te blijven. En dat u met ons meegaat er doorheen. Heer, en wat die uitkomst zal zijn. Eens zullen we allemaal bij u zijn. Maar ik bid, Heer, voor mensen die echt gewoon niet weten waar ze het moeten zoeken op dit moment. Dat u hen gewoon ook die genade geeft dat ze uw vrede krijgen. Heer, in de situatie waar ze op dit moment in zitten. Heer, en dat ze u niet kennen, als ze u niet kennen, dat ze echt dat besluit zullen nemen om u aan te roepen. Heer, want u zegt, wie zoekt, zal vinden. Heer, en wie klopt, zal worden opengedaan. En ik dank u daarvoor, Heer, dat wat u zegt, dat het waar is. En dat bid ik zoveel mensen toe, Heer, die voor die keuze staan. Dat u hen zegenen, Heer. En we danken u dat u dit allemaal wil gebruiken, Heer, om uw naam groot te maken. Want u bent een groot God. U bent te vertrouwen. En we danken u, Heer, dat we samen met u in dit leven mogen staan. We willen bidden voor uw volk, Heer, hier in Israël. Heer, wilt u hen beschermen, Heer, als er zoveel dreigingen zijn in omringende landen en ook vanuit dit gebied zelf. Heer, dat u uw kinderen beschermt en dat u hen zegent in de zegen die ze nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Maarten.